In grote aantallen worden gekopieerd, waardoor de onderzoeksmogelijkheden bijna eindeloos zouden zijn. De kunstmatige muisembryo's waren tot nu toe trouwens niet levensvatbaar. Dat is wellicht een kwestie van tijd. Persoonlijk denk ik dat de levende muis wordt gemaakt erg groot. En het muizenonderzoek levert overigens ook al veel kennis op over de mens en de mens in wording. Minister Blok van Buitenlandse Zaken ziet niets in het plan van de Europese Commissie om de lidstaten meer te laten betalen. De Britten stappen uit de EU en daardoor valt er een belangrijke betaler weg. Maar ze willen ook meer gaan doen aan grensbewaking en het bestrijden van klimaatverandering. De Europese begroting stijgt dus de komende jaren van nu nog 160 miljard naar 200 miljard in 2027.